Het muziekvoorwerp is nu een beetje aangedroogd. Dat kan je eigenlijk zien als je een beetje indruk. En hij is nu, zeg maar, stevig genoeg. Dus we kunnen hem inwassen. Dus ik heb een Bami bakje. Of een ander bakje wat je kan gebruiken. Een goedkope spons. Dus je drukt hem erin. Goed uitgeknepen. En dan met de sponskans was je hem in. En dat doe je eigenlijk met een draaiende beweging. Want mochten er nog luchtbellen in zitten, dan gaan ze er nu. Worden ze dan verzadigd. Zo. Zo, en dan nemen we gelijk even de randen mee. Dan weten we zeker dat alles netjes is. Zo. Zo. Nou is het overtollige voegsel er eigenlijk af. En er zit nog geen glans op, omdat er een beetje slui overheen zit. En dan laat je hem nu gewoon weer drogen. Denk ongeveer 5 minuutjes. Dus we maken even de spons schoon. Dus die is schoon. En dat water laat je gewoon een dag staan. Hoezo? Als je hem een dag laat staan, dan zakt het voegsel naar de bodem en het water, zeg maar, ligt eigenlijk aan de bovenkant. Dus dan kan je hem leeggooien totdat de witte substantie meegaat, want dan stop je gewoon. En dan laat je hem indrogen en dan kan je het er eigenlijk gewoon uitklappen. Omdat het voegsel droog is en het hecht niet aan plastic. Dus dat is de makkelijkste manier. Gooi alsjeblieft niet alles in de gootsteen, want hierdoor krijg je gootsteenverstoppingen. En een loodgieter is best wel prijzig. Dus dat zou ik niet adviseren. Dit is namelijk een pakket, maar dan kan je zien hoe ik het voeg. Het voegsel heb ik al aangemaakt. Zoals je ziet. Het voegrubber, daar knip ik een klein strookje eigenlijk van, omdat ik ze eigenlijk te groot vind. Dus dan houden we dit over. Hier hebben we het voegsel. En ja, je smeert het eigenlijk gewoon in. De randen bij deze neem ik niet mee, want die worden geschilderd en dat doe ik daarna. En het overtollige, dat smeer je eigenlijk gelijk door. En je gaat wel eigenlijk alle kanten op. Hoezo? Omdat er altijd luchtbellen in kunnen komen. Of onder zitten. En als je allebei de kanten op gaat, dan, ja, dan weet je zeker dat het goed verzadigd is. Zo.
strijd nog. En het is natuurlijk altijd handig om je vuilniszak of een stukje zeil onder te leggen, tot je tafel niet onder zit. Dat zou ook zonde zijn. Zo. Hij is nu helemaal in de voeg en dan haal ik de randen even weg. Zodat ik ze niet extreem op te scheuren. Voilà. Het overtollige haal je ook weg. Dan bij de rondjes, dat ik handschoenen aan heb, haal ik het ook gelijk weg. Dan is het gelijk. Als het iets aandroogt, dan kan je het nu eigenlijk nog gewoon goed weghalen. En dan zit hij gewoon strak erin. Dus ik doe het eigenlijk altijd zo. Dan gebruik ik dan weer ergens anders. Helemaal omdat je verschillende hoogtes hebt. Zo. Kijk, want dan ga je de rondjes ook goed zien en er zit er niet te veel voeg bij. Zo. Deze kant nog. De rest haal hem even met een rubbertje weg. Zo. Kijk, het overtollige heb ik nu weggehaald. Dat zie je dus nu ook goed. En nu laat ik hem indrogen. Oké, zakje. Voilà. Het is nu aangedroogd en het heeft gewoon een matte kleur nu. Ik gebruik eigenlijk altijd spuugdoekjes. Maar je kan ook een oud tissue nemen of een oude theedoek of iets dergelijks. En dan kan je hem oppoetsen. Dus gaan we beginnen. Kijk, en nu ga je dus echt de kleuren zien. En de glans natuurlijk. Andere kant.
Zo. Oké. Dus je ziet het nu. Kijk, heel de paramoergeland zit er nu op. En je ziet het ook bij de steentjes. Dus nu zie je gewoon het effect. Dus mochten de lijmresten zitten, dan een dun filmlaagje kan je mijn aston eraf halen. Anders met een lijmkrabbetje, of een verfkrabbetje eigenlijk. En haal je de overtollige lijm zeg maar weg. En dan is die eigenlijk klei. Zo, dus dit is het voegen. De voegkom staat eigenlijk al een beetje, dus ik laat het altijd staan. En omdat die flexibel is, ik kan ook even met een stokje, dan gaat het er eigenlijk heel makkelijk uit. Daarom laat ik altijd even het zakje liggen. Dus in principe is die nu schoon en dan pak ik eigenlijk altijd een beide handje, waar die niet allemaal goed voor zijn. En dan haal ik eigenlijk het kleine beetje nog weg. Zo. Nog één doekje. Zo. Voilà. En schoon is die. Dus dan kunnen we hem weer de volgende keer gebruiken. Dus vandaar dat die flexibelen zo handig zijn.